Starten. Zo. Goedemiddag. Schipper van IJsseldijk, wat heeft u voor motor? Nou, dit is nog een langzaam lopende, direct omkeerbare Duits van 1933. Hij is momenteel 87 jaar oud. Ik heb eerst 15 jaar in een dubbeldeks Duits passagiersschip gestaan. Is gebombardeerd nog in 1944. En na de oorlog is het schip, dus dat passagiersschip, gelegd. En de motor die is eruit gehaald en die is naar Holland gekomen. Als herstelbetaling. En het schip waar die ingestaan heb, dat dubbeldeks passagiersschip, dat is gesloopt. Nou, en daar, toen heb mijn vader, ja, die zat dingen om een motor verlegen. Omdat de ketel afgekeurd was door het stoomwezen. En die wilde graag een motor, maar ja, die Hollandse fabrikanten, die hadden allemaal, was het gemiddeld 2 jaar leeftijd. Ja, zo lang kon mijn vader niet wachten. Dus toen kwam deze motor te koop. En die heb hij toen gekocht op goed geluk. En die is erin gezet. En hij draait nog. Welk type motor is het? Nou, een RMS 142. Oftewel, het is een 6-cilinder Duits. Direct omkeerbaar. 375 pk met 425 omwentelingen. Zijn er nog veel van? Dit is de enigste nog die bestaat. Van dit type. Dus daar ben ik wel groot op en zuinig op. Om het zo eens te zeggen. En hij zal waarschijnlijk ter zijner tijd nog wel eens in het Motormuseum op Papendrecht terechtkomen. Ja. Dat is wel de bedoeling. Starten. Schipper van IJsseldijk, hoe ziet de toekomst van de Willem-Marie eruit? Ja, waarschijnlijk hoop ik dan dat hij bij het museumschip hier in Dordt komt te liggen. Bij de René Siegfried. Maar als dat niet doorgaat, want de gemeente is nogal traag op het ogenblik met die haven maken en met de stijgers. Dan gaat de motor er waarschijnlijk uit en die gaan naar het Motormuseum in Papendrecht. Daar zijn ze er erg gebrand op en ik zou het zelf ook leuk vinden. En het schip, ja, dat valt dan waarschijnlijk in slopershanden. Waarom? Ja, het schip is 110 jaar en ik ben ook 82. Dus, en mijn kinderen hebben er totaal geen interesse in. Dat is natuurlijk wel jammer. Maar u zou toch ervoor kunnen kiezen het schip aan een andere eigenaar over te doen? Nee, daar ben ik nog nooit voor geweest. Ja, hier klinkt heel... Ik ga heel iets chauvinistisch zeggen. Maar hier kan niet iedereen mee omgaan. Dat is een groot punt hoor. Dat meen ik echt. Dat kan iedereen beamen. Is het ook een gevoelskwestie voor u? Ja, ook dat. Ja, absoluut. Ja. Want? Ja, goed, mijn vader heeft me 1936 al gekocht. En ik ben zelf van 38. Ik heb er mijn hele leven mee opgetrokken. Dus dan krijg je toch wel een beetje een sentimenteel plaatje, vind ik. Dan wilt u niet dat er een ander op komt? Nee, dat heb ik nooit gewild eigenlijk. Het levert ook niks meer op, ook. Nee. Ja, je hebt een verschrikkelijke liefhebber die helemaal de gek ervan is. Maar die loop je ook niet meer tegen, hoor. Vooral in deze tijden niet. Nee, het is allemaal een beetje de hand op de knip. Zo is het uiteindelijk.
IJsseldijk, ik begrijp dat u eigenlijk niet meer mag varen met de Willem-Marie. Hoe zit dat? Nou, dat is ook correct. Ik heb daar nooit geen problemen mee gehad, omdat die boot is 98 vierkante meter. Dus nooit geen problemen gehad. Maar dan hebben we iemand uitgevonden dat de diepgang van de boot erbij komt. Dus hij ligt 1,85 diep. Dus nu val ik in kubieke meters. Dan val ik zogenaamd weer een beetje onder de beroepsvaart. Nou, dat moet allemaal gekeurd worden. Dat is natuurlijk wel jammer, want ik zat in het register varende monumenten. En dan was dat helemaal geen probleem. Maar nu gaan ze toch de mensen met die oude spullen, gaan ze toch moeilijk maken. En dat is het hele punt. En daarom, ik ga het daar niet meer aan beginnen. Als ik 10 jaar jonger was, zou ik dat allemaal nog doen. Maar het is ook niet meer €500 goed te maken. Ik kom wel meer kijken. Wel 10 keer zoveel. Ja, 10 keer zoveel. 100 keer zoveel. Geval. Wat er gebeuren zou moeten, dan kun je een beplating vol. Nou, dan is het 30 mil niks, €30.000. Nou, daar ga ik echt niet meer aan beginnen. Nee. Dus dat is jammer. Dat is het einde verhaal op den duur. Ja. Dat is wel jammer hoor, maar ja. Dus de top beslist. Jammer hoor, maar ja, het is de top beslist.